groot showbiznieuws vanochtend uit Duitsland. Sabia Engizek is volgens media daar zwanger. En wel van Rafael van der Vaart. Evert Santegoed van Privé weet uiteraard meer. Goedemiddag. Ja, ook al staan de verhalen haaks op wat we hier de afgelopen weken hebben besproken. Wat is dit nou? Er zijn nog heel veel raadsels. Want waarom deed het paar alsof ze uit elkaar waren? Waarom viert de ene vakantie in Marbella en de andere op Ibiza? Waarom hebben ze er zelf nooit iets over gezegd? En vooral, waarom heeft de familie van der Vaart steeds zo uit de school lopen te klappen? Ja, want dat tegen was verschillende ons media, natuurlijk. Tegen verschillende tv-programma's, tegen verschillende kranten. Van ja, het is over. En ze maakten er ook geen geheim van dat ze er eigenlijk helemaal geen traan om hadden gelaten. En nu dan ineens dit nieuws. Nou ja, afgelopen week begon het een beetje. Donderdag om precies te zijn. Toen werd Sabia gespot in een zwangerschapskliniek. Nou, heeft ze vaker spelletjes. En dan is ze wel vaker ergens te vinden. Dat je denkt van, hé, wat doet ze dat nou om die fotograaf op een dwaalspoor te brengen? Maar nee, ze kwam daar inderdaad naar buiten. En op de foto's is te zien dat ze duidelijk een verwijskaart in de rode Hermes-tas heeft zitten. Okay. Dus toen begon het een beetje. En afgelopen weekend kreeg ik de bevestiging, ja, ze is zwanger. En aanstaande woensdag doet ze haar eigen verhaal in Privé. Ik kan daar nu nog niks over zeggen, omdat ik contractuele verplichtingen heb. Ook met een Duits medium, wat daar ook woensdag mee gaat komen. Ja. En dan is het toch inderdaad heel opzienbare nieuws. En een bizarre wending aan een verhaal wat we al weken volgen. En waarin de zaken toch iets anders lijken te liggen. Nou ja, 180 graden de andere kant op. Nou, want als ze nog bij elkaar zijn, ja, dat is dan sowieso mooi nieuws. Dat ze zwanger is. Ze is 37. Dat wilden ze heel graag. Ja, en hij ook natuurlijk. Hè. Hij heeft na de ernstige ziekte van Sylvie en het babydrama wat ze samen in december 2013 hebben doorgemaakt, nooit gedacht nog een keer vader te worden. Daar ziet het nu naar uit. Al heeft zij natuurlijk altijd die angst dat het drama zich zal herhalen. Maar dat is wel heel ander nieuws. En hoe dat nou allemaal tot stand gekomen is en waarom al die mysteries zijn, ik weet ook niet of we daar woensdag nog alle antwoorden op zullen krijgen. Ja. Maar het is een hele rare zaak. En wat maar weer bewijst dat het bij Van der Vaart en bij Sabia altijd anders zit dan je denkt. En alle kanten op kan. En dat zal de komende weken ook weer niet anders zijn. Het is nooit saai. Dus we hebben Sabia exclusief woensdag. Ja. En dankjewel voor de toelichting. Voor graag nu. Gedaan. Dankjewel. Dit was Privé TV. Meer nieuws en video's uiteraard op onze website. Dag.